Welkom bij HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 Videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Samen maken we HHC. Amit, gefeliciteerd. Zwaar bevocht, hè? Ja, was zeker zwaar bevocht. Het was geen denderend voetbalshow wat we gegeven hebben. Maar ja, deze wedstrijden moet je ook winnen. En dat hebben we gedaan. Wat maakten jullie nou vandaag sterker dan DVS? Voor mijn gevoel dat we collectief echt sterk stonden. Iedereen wist wat hij moest doen. En iedereen accepteerde alles van elkaar. En ja, zolang je bereid bent om alle opdrachten uit te voeren, dan is het moeilijk voor een tegenstander om er doorheen te komen. En dat hebben wij gedaan voor mijn gevoel. Hoe kijk je verdedigend terug op deze wedstrijd? Want jullie moesten vandaag echt aan de bak, hè? Ja, dat klopt. We moesten echt flink aan de bak verdedigend. Als je compact staat, weet je dat de tegenstander de ballen vaak overheen gooit. Dus je moet vol achteraan. Maar ik kan wel zeggen dat we ons mannetje gestaan hebben met z'n allen. Ik heb het gevoel dat de sfeer binnen jullie ploeg op dit moment echt ook wel heel bepalend is voor de reeks die jullie op dit moment neerzetten. Ja. In het begin was even iedereen aan elkaar wennen, maar nu heb je echt het gevoel dat iedereen elkaar accepteert en iedereen weet waar hij staat. En zoals type als Jan Hooijveld, ja, die gooit een paar grappen erin en dan is de hele sfeer alweer goed. En ja, we accepteren alles van elkaar en ik heb echt het gevoel dat we echt een team zijn. En ook een beetje een team zonder een echte leider, voor mijn gevoel. Of is er een echte leider? Het is met name het collectief. Ja, dat is goed wat je zegt. Ik heb ook niet echt het gevoel dat wij echt één man hebben die echt het leiderschap neemt. Maar Jan Hooijveld is wel iemand die vol in de strijd gaat. Maar ja, wat ik zeg, we accepteren alles van elkaar en we weten wat elkaars kwaliteiten zijn. En ja, als collectief is het lastig om punten te verspelen. Hoe bevalt het je eigenlijk bij AC? Want je begon eigenlijk niet in de basis. Je hebt nou eigenlijk wel een vaste basisplaats veroverd. Nou ja, dat doet een speler altijd goed, denk ik, als hij speelt. Maar heb je het ineens zin? Ja, zeker. In het begin was even wennen. Trainer verwacht wat andere dingen dan dat ik gewend was. En het is ook een stapje hoger, want ik kom van de hoofdklasse. Maar ik heb het echt naar mijn zin. En wat ik zeg, in het begin was wennen. Maar naarmate je trainingen volgt en de visie van de trainer even navolgt, dan kun je wel echt concluderen dat het echt werkt. En ja, nu heb ik mijn draai gevonden voor mijn gevoel. Ja, je zei het al, je komt van de hoofdklasse. Als je nou HHC vergelijkt met de andere clubs waar je gespeeld hebt, wat maakt HHC dan anders? Ja, HHC, Roda Raalte met alle respect, ook een geweldige club. Maar HHC is alles op een grotere schaal. Warme fans. Ja, ik heb niet in de topklasse gespeeld, maar ik kom bij een andere club langs. En dan zie je echt niet de harde kern van een andere club bij ons staan, zeg maar. Dus HHC heeft een geweldige supporterskern. En ja, het is echt een warme club. Dus voorlopig blijf jij nog wel even in Hardenberg en ga je niet Filip achterna naar Utrecht? Nee, dat is niet de bedoeling. HHC TV werd mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 Videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Hey, de tijd van HHC. Samen maken we HHC.